Hi, ik ben Joost Brinkman en ik ben directeur van Singero. In de komende 5 minuten ga ik jullie iets meer vertellen over wat wij nou precies doen. Dat doe ik op basis van de 5 W's. Waarom kerosine? Wat hebben we allemaal nodig? Waarom doen we dat in Amsterdam? Waarom doen we dat nu? En wanneer is het in hemelsnaam klaar? Als eerste, waarom kerosine? De luchtvaartindustrie is een industrie die super moeilijk te verduurzamen is. En dat komt omdat het heel veel energie kost om die bak met vliegtuig of die bak met passagiers de lucht in te krijgen. En kerosine, de huidige brandstof, is een perfecte brandstof. Het bevat namelijk heel veel energie per volumeinhoud. Ongeveer 4 keer zoveel als dat het zou zijn bij waterstof, als je dat zou vloeibaar maken. En meer dan 100 keer zoveel als met batterijen. Dus vliegtuigen op batterijen, die gaan er zeker komen, sterker, die zijn er al. Alleen het zal vooral zijn voor korte afstanden en beperkt aantal passagiers. Waterstof is natuurlijk helemaal een mooie droom, maar dat gaat zeker nog 20 jaar duren voordat dat echt vliegt. Dus wat we moeten doen om de luchtvaartindustrie te verduurzamen, is de brandstof verduurzamen, de kerosine. En een groot bijkomend voordeel is dan dat we de bestaande infrastructuur kunnen gebruiken, blijven gebruiken. Nou, en hoe doen we dat dan, die duurzame kerosine maken? Dat kan op verschillende manieren. Dat kan met biomassa en dat kan met afgewerkt frituurvet. Daar zal iedereen wel een keer van gehoord hebben. Alleen dat zijn bronnen, die zijn eindig. En op een gegeven moment kunnen we niet verder. Terwijl als we willen blijven vliegen, ja, dan moeten we dus ook andere dingen gaan doen. En daarom is Singero van plan om een fabriek in Amsterdam te gaan bouwen die synthetische kerosine maakt. Nou, wat is daar dan voor nodig? Die fabriek die we willen maken, die gaat, als het goed is, 50.000 ton kerosine maken per jaar. En dan denk je, ja, dat is een groot getal, maar dat is eigenlijk maar 2,5% van alle kerosine die op dit moment in Schiphol getankt wordt. Dus er zijn 40 van dit soort plants nodig. En als je dan kijkt wat er voor nodig is, dan realiseer je opeens hoeveel energie het kost om te vliegen. Want om dit te doen, die 50.000 ton kerosine te maken, hebben we 250.000 ton CO2 nodig. En dat is vergelijkbaar met de uitstoot van het biogene deel van de centrale van het afvalenergiebedrijf in de Amsterdamse haven. Dus dat is één deel. Het andere deel, nog veel belangrijker, dat is die groene waterstof. We hebben 33.000 ton groene waterstof nodig. En daarvoor, waterstof dat komt niet uit de grond, komt niet zomaar ergens vandaan, dat moet je maken. En dat doe je door water te elektrificeren, of door water onder spanning te zetten. Elektrolyse noemen ze dat. En wij hebben een electrolyzer nodig van 300 megawatt. En 300 megawatt is dus om die waterstof voor ons te maken. Maar 300 megawatt is ook gelijk 3 keer zo groot als het huidige grootste project dat is aangekondigd. Tata Steel samen met Nouryon bezig bij IJmuiden om een electrolyzer van 100 megawatt te realiseren. En voor die 2,5% duurzame kerosine hebben wij dus een electrolyzer nodig die 3 keer zo groot is. En als die 3 keer zo groot is, dan moet er ook heel veel energie in. Namelijk net zoveel als dat 50 offshore windmolens opwekken. Of een gebied van 5 bij 5 kilometer in het zuiden van Spanje aan zonne-energie. Dus dat is nog wel een uitdaging. En waarom gaan we dat nou in Amsterdam doen? Nou, Amsterdam is de grootste brandstofhaven van Europa. Dus daar is heel veel kennis en infrastructuur en mensen en goede veiligheidsregels zijn daar aanwezig. En de haven van Amsterdam die ziet ook dat die transitie aan de gang is. En die is niet gek. Die bereiden zich voor op die transitie en die helpen en die faciliteren. Die doen allerlei projecten om ervoor te zorgen dat die nieuwe duurzame energie, dat van de grond komt. Zo werken ze samen met Tata Steel, met de Gasunie, met Energiebeheer Nederland. Om onder andere infrastructuur te realiseren. En die infrastructuur die is voor ons cruciaal. Want als we die kerosine willen maken met dit soort volumes, dan hebben we pijpleidingen nodig. Pijpleidingen met CO2 en pijpleidingen met waterstof. Dus zolang dat er niet is, kunnen wij niet aan de slag. Waarom nu? Waarom gaan we dit nu pas doen? Hadden we dit niet veel eerder kunnen doen? In principe had het veel eerder gekund. Maar dan moet je wel heel veel duurzame energie hebben. Nee, de aanleiding hiervoor is vooral het feit dat Frans Timmermans aan het einde van 2019 de New Green Deal heeft gelanceerd. Met als doelstelling om 90% minder CO2 uit te stoten in 2050. En dat is nogal wat. En dat is een traject dat heeft impact op alle sectoren en zo ook op de vliegtuigindustrie. En wat gaan ze doen voor die vliegtuigindustrie? Daar gaan ze mandaten maken. Dus dat betekent dat de brandstofleveranciers zometeen verplicht worden om bij te mengen. Om duurzame kerosine toe te voegen aan de grote sloot met kerosine. En dat zijn die bijmengverplichtingen die zullen oplopen gedurende de jaren. En het grote voordeel hiervan is dat op het moment dat die bijmengverplichtingen niet gehaald worden, dat er grote boetes achter hangen.
Dat betekent dus eigenlijk dat die prijs die wij kunnen vragen voor onze synthetische kerosine een stuk hoger kan zijn dan gewone kerosine die we uit de grond halen. En dat maakt, samen met het feit dat er waarschijnlijk een schaarste gaat zijn voor dit soort synthetische kerosines, dat er een enorme vraag is en zometeen een business case. Het is niet voor niets dat KLM ontzettend enthousiast is over dit initiatief en dit ook wil helpen het realiseren, zodat zij zometeen als eerste die synthetische kerosine hebben. En als laatste, wanneer is dit nou klaar? Want wat mij betreft was het gisteren al klaar geweest en vlogen we vanaf morgen allemaal op synthetische kerosine. Maar dat duurt nog wel even, want er zijn een groot aantal dingen nodig. Ten eerste moeten die mandaten moeten worden omgezet in echte wetgeving. En we verwachten dat dat in 2027 echt is ingesteld. Dan moeten we natuurlijk afnamecontracten gaan regelen met die leveranciers van de brandstoffen die wij nodig hebben. Of dan grondstoffen van die CO2 en die waterstof. Voor dat waterstof moet er natuurlijk enorm veel nieuwe duurzame energie worden gerealiseerd. En dat is ook niet in een namiddag gerealiseerd. En die infrastructuur, die pijpleidingen, die moeten er komen. Dus het is een complexe puzzel met heel veel verschillende stukjes. Maar ik zie het gewoon gebeuren dat we in 2027, dat al die puzzelstukjes samenvallen. En dat we dan als eerste in Nederland kunnen gaan vliegen op synthetische kerosine. Dus, tot die tijd hou je gewoon aan de trias aerogetica en probeer zo min mogelijk te vliegen. Dankjewel.